Het gaat om de natuur. Die wil zijn gang gaan. Die wil zich ontplooien. Die moeten we begeleiden en verzorgen. Eigenlijk berustigt de geschiedenis van de groen in Eindhoven op het feit dat er drie grote groene wiggen de stad inlopen vanuit het buitengebied. Dat zijn de Genneperparken, waar wij nu zitten, en de Karpen en Businesspoort aan de noordwestkant van Eindhoven. Van origine heeft Eindhoven natuurlijk zijn groene lobby, waarop wij als CRK proberen te sturen dat die een maximale invloed hebben in de omliggende woonwijken. Zodat je dat overal ervaart. En wat ons betreft mag dat nog wel wat steviger worden aangezet. Dus dan geef je niet een nieuwe betekenis aan de stad, maar je intensiveert eigenlijk wat je al hebt. Juist omdat we 100 jaar geleden de keuze hebben gemaakt om die grote groene wiggen, die rijken tot aan ons centrum, te behouden. En daar dus ook geen grootschalige woningbouw in toe te voegen. Heb je de luxe in Eindhoven om vanuit het centrum binnen 5 minuten zo de natuur in te lopen. Tot een jaar of 10 geleden was er nog de laatste industrie langs de Dommel. Verder is er allerlei wonen gericht naar de Dommel. Er zijn wandelpaden ontsloten langs de Dommel. Het is groener gemaakt met kleine kunstjes. En dat moeten we denk ik doorzetten. Je ziet bij de huidige doorontwikkelingen in de stad, als het gaat om groen, dat zowel de ambitie van de gemeente is, die staat in het groen beleidsplan, en ook vanuit onszelf en ons netwerk, is om die drie wiggen, om de ecologische hoofdstructuur nog sterker te maken en nog beter met elkaar te verbinden. Ik denk dat dat de taak is van Trefpunt Groen, om overkoepelend te kijken en de afzonderlijke projecten aan elkaar te koppelen en te zorgen dat er verbindingen ook voor natuur en voor dieren en de planten die er in de ecologie leven, dat daar ook verbindingen voor hen bestaat om uit te wisselen naar naastgelegen gebieden. En zo maak je de ecologie van de stad sterk. Het is belangrijk voor een gezond leefklimaat, voor onszelf ook. Als we dan even hebben over die stadsparken, dan is het cruciaal dat die behouden blijven. Grote groene longen van de stad eigenlijk. In wijken zien we dat we daar echt groen moeten toevoegen. Omdat we ook steeds vaker zien dat groen in het kader van sociale cohesie heel erg belangrijk is. Zeker ook de coronatijd heeft dat wel geleerd. Dat het heel fijn is wanneer je groen nabij hebt om even naar buiten te gaan, even te ontspannen. En in het centrum is dat ook, daar moet echt een vergroening plaatsvinden. En daar is het ook heel erg belangrijk om de klimaatverandering op te vangen. De grote regenbuien. Nou, we hebben afgelopen zomer ook gemerkt, een hete zomer weer. Ja, dan heb je eigenlijk mini-airco's in je stad nodig. En dat zijn die kleine groene plekken. Die moeten we echt gaan toevoegen. Doordat we nu gewoon als eenvoudige burgers hele warme zomers voor onze kiezen krijgen, nu worden we pas wakker, zeg maar. Ja? Dus er is nu wel een soort algemeen besef dat er ook iets zal moeten gaan gebeuren. En als we nou eens niet voor de komende 3 of 4 jaar kijken, maar richting 2040. Hoe zou dan die groene stad eruit moeten zien? En dan zien we dat er echt een hele grote slag moet komen. En dan zie je ook dat we dat niet alleen als gemeente kunnen, maar dat we daar juist ook ontwikkelaars en bewoners in nodig hebben. Die groene stad bedenken wij niet vanuit Stad en Storen vanaf een verdieping. Dat is echt samen met de stad dat we die vorm gaan geven. Gelukkig zien we steeds meer dat inwoners ook proactief zijn in hun leefomgeving en dat groener willen maken en er echt initiatieven proactief worden opgepakt. Dus wij proberen ook nu over de grenzen van de aangesloten organisaties bij ons te kijken, ook naar individuen te kijken en die aan elkaar te koppelen als er initiatieven zijn. Informatie verstrekken we op de website waar mensen meer kennis kunnen opdoen over de gebieden waar ze leven, zodat ze de kennis hebben om de natuur in die buurt te versterken. Want dat is ook een voordeel van een stad als Eindhoven. Er wonen ook veel best slimme mensen. Dus als je die slimheid kunt investeren, kunt gebruiken in je groene ruimte, daar ga je winst mee behalen. Zo zijn er meerdere plekken in de stad waar je dus met vrijwilligers kunt werken. Waar mensen uit vrije wil een mooie groene ruimte kunnen verzorgen. Je kunt niet overal royale bomen neerzetten. Daar is de bestrating niet altijd goed voor. Misschien ligt er een gaasje onder, kabels en leidingen. Dus ik denk ook dat we zullen moeten gaan zoeken naar een nieuw type groen als laag die we kunnen toevoegen in de stad. Volgens mij is dat een laag die een nieuw soort betekenis gaat geven aan de groenbeleving. En die kennen mensen van oudsher niet. En die is daarom juist, denk ik, extra interessant. Als we zo de hoogte ingaan met de gebouwen, dan zou het wel jammer en eenzijdig zijn als alleen het beton en het glas de hoogte ingaat. Dan is het wel aardig als je ook de natuur mee de hoogte in laat gaan.
Talking about the Trudeau Tower, that is a building that is under construction in Eindhoven in the Stripe S. We are very proud of this project because we believe it is an important milestone for a new generation of building that place at the center a new alliance between human and nature that try to boost the biodiversity into our city, but at the same time, and this is very important, are affordable and accessible for all. And all of this is a first attempt to make our city more resilient, less polluted, more livable. We start from the assumption that the cities are one of the main cause of the global warming. So forestation should be somehow the primary objective for the city governance.